En de interinesti sporthal is vanmiddag het controleren en invoeren van de processen verbaal van start gegaan. Het gaat in deze om de rapportages van 274 stembureaus van Paramaribo. De verwerking van de processen verbaal zou eigenlijk om 10 uur beginnen, maar ging uiteindelijk pas om 2:30 van start. De voorzitter van het hoofdstembureau, Mike Nerkes, benadrukt dat er niet gefraudeerd wordt. Kortweg, wat we gaan doen, is controleren. Als de processen verbaal goed zijn, maar de mensen waren ook moe, toch? Dus indien er wat is, gaan we de mensen terughalen om die afweging te maken. Om het correct, misschien is iemand vergeten om een handtekening te plaatsen of een datum te zetten, toch? En dan gaan we dat checken, toch? En als dat zover is, double check, dan wordt het ingevoerd. En dan hebben wij dan materiaal voor onze procesverbaal van het hoofdstembureau. En wanneer we dan dat gedeelte hebben, dan kunnen wij dan onze openbare zitting houden, toch? Dat presenteren aan de Surinaamse samenleving, toch? En dan, dan die processenverbaal dan opsturen met ons, dus de processenverbaal van alle stembureaus, ja, met dat van ons opsturen naar het Centraal Hoofdstembureau. Dan is ons werk afgesloten. Zijn toch alle stembureaus nu al binnen? De laatste was gisteren binnen van mij om 4:30 of 5:30, zoiets. Nerkes kon niet precies aangeven hoe lang het proces van controleren en invoeren zal duren. Het doel is wel om het werk zo gauw als mogelijk af te ronden. Nou, we willen het zo snel mogelijk afronden, want het sloopt, hè. Dus als je te lang bezig bent, gaat het je slopen. Ja, dus we willen, dus daarom hebben we alles al, de police. Toch? We zijn al bezig met de check. Ja. Want je moet, kijk, je moet checken. Want als je iets geeft aan de samenleving, moet je correct geven. Daarom zeg ik, iemands naam door het sleek halen kan binnen een seconde. Toch? Maar het duurt een leven lang om het te corrigeren. Daarom wil ik ook één ding stressen. Er is gisteren van het lid Acton van het hoofdstembureau een filmpje, toch, door een iemand die hier was in Nis, toch? Ik weet wie het is, maar ik ga de naam niet noemen. De persoon in kwestie weet het. Ik heb hem ook vanmorgen aangesproken. Toch? Hij is vaak live. Hij is hier dag live. En hij heeft van een bepaalde hoek iets gefilmd. En heeft hij een stukje eruit gehaald. En heeft hij dat gezet op Facebook als te zijn, toch? Als te zijn, er wordt gefraudeerd. Toch? Terwijl dat helemaal niet zo was. En ik vind het jammer. De voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, Mike Nerkes. We spraken hem vandaag in de Antoninesti Sporthal, waar de controle van de processen verbaal plaatsvindt.